Welkom bij Word ik er geil van, het programma waarin wij gaan uitzoeken of wij geil worden van dingen die jullie geil vinden. Exact, en om dat uit te zoeken gaan we helemaal compleet volledig diep tot het gaatje en we komen er niet uit tot we het antwoord opgegraven hebben. Worden we er geil van, ja of nee? Woehoe! Kijk eens. Hallo. Hallo. Ik ben Anne, ik ben seksoloog. En mijn cliënten die gebruiken lustopwekkende middelen en daar worden zij geil van. Waarom werkt dat dan zo goed? Ja, er zitten in die lustopwekkende middelen zitten bijvoorbeeld sildenafil. En dat is een vaatverwijderaar. En die zorgt ervoor dat eigenlijk het bloed veel beter naar je bekken toe kan gaan. Dus naar je clitoris of naar je penis toe kan gaan. En daardoor krijgt jouw lichaam eigenlijk het seintje van, oh, wij gaan opgewonden worden. Of het is zweet, of ik begin ook nat te worden. Maar dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Je pakt de pil en je pakt een glas water en je neemt hem in. Het is echt niet zo dat je wat je in films ziet, bijvoorbeeld dat je 5 uur of 6 uur lang met een erectie loopt. Ook bij jou gaat jouw clitoris, daar komt meer bloed heen. Nog meer? Ja, dus hij wordt eigenlijk ook stijf, maar je ziet het natuurlijk minder dan bij de penis. Dan hebben wij zo meteen die middelen ingenomen en dan staan we hier. En dan? Wat raad je ons aan om te gaan doen? Wat je hier kunt doen is eigenlijk dat je bijvoorbeeld met je handen bezig gaat. Ik heb net Pino gemaakt. Echt heel mooi. Ik merk wel dat ik dus nu naar die snavel zit te kijken. En elkaar misschien wat geils aan het, ja, dirty talk, iets geils vertellen aan elkaar. Ja. Waardoor je ook je brein een beetje meer in die zone krijgt. Ik proef hoe de smaak van zijn voorvocht door mijn mond spreidt. Ja, gaat het goed? Deze is voor jou. Alle vier. Nee, dat moet je sowieso niet doen. Nou, veel plezier. Oh, dank je. Oh. Doei, Anne. Liquid libido kan een euforisch gevoel geven met heerlijke tintelingen in de onderbuik. Dit gaat gepaard met verliefde gevoelens. Werkt 4 tot 6 uur. Camagra, 100 gram, gegarandeerd 5 uur lang een harde pik. Nee, dat staat er niet op. Wat verwacht jij dat er gebeurt? Ja, dat ik geil word. Dat ik hier 4 uur lang ga zitten met een piemel waar ik niks mee kan. Met een vriendin die een 30 minuten rijden verderop zit. En met een badkamer waar ik ook niet even naartoe kan om het even te lozen. Oké. Okay. Gaan we hem nemen? Ik ga de liquid in de thee doen. Ik doe het. Oh, dat is vies. Oh, het is heel chemisch. Het is heel chemisch. Onze geilaards gaan beginnen met de test. Aan het eind maken ze de balans op en rolt er een score uit tussen de 0 en 10. Allereerst zijn er 5 meetbare punten. Verandert je hartslag? Ga je zweten? Word je stijf of nat? Gebeurt er iets met je ademhaling? En word je rood? Maar geiligheid zit vooral tussen je oren. Dus de laatste 5 punten geven onze geilologen aan de hand van hun eigen mening. 5 punten als ze verliefd zijn op het idee en 0 punten voor, nou ja, dat begrijpen we wel. Laat de test beginnen. Nou, ik word hier nog niet geil van. Van deze grijze rompe klei. Van deze stukken olifant. Nee, dat snap ik. Oké, ik heb 1 schaamlip, een soort van. Zo, maar je hebt echt een soort van de kut van Caroline van de Plas gemaakt. Voel jij je op dit moment anders? Nou, ik ben heel eerlijk. Ja? Ik ben een beetje hoogademig, omdat ik heel erg bezig ben met wanneer ga ik het nou voelen. Nou ja, dat is het welbekende wachten op het effect en het inkikken van de pil. Maar is het een idee dat we elkaar nu al even zo'n verhaal voorlezen? Dat vind ik een goed idee. Oké. Ik verdwijn onder de lakens en laat mijn tong een spoor afleggen vanaf zijn nek naar zijn ballen. Die ik vervolgens in mijn mond neem om zacht te zuigen. Ik proef hoe de smaak van zijn voorvocht door mijn mond spreidt. Zo. Ja, gaat het goed? En trek je het nog? Kom maar, kreunt hij. Maar niet stoppen. Ik ben er ook bijna. Mijn hoogtepunt is amper uitgeraasd wanneer hij zijn nagels in mijn bovenbenen zet en in golvende bewegingen zijn buik onderspuit. Oké. Okay. Ja, nee, dat deed inderdaad niet veel. Ik las het voor als een soort Shakespeare. Ja, je deed het heel mooi. Nee, dat lag niet aan jou hoor. Hé, ik ben Max. Je bent alleen vandaag? Ik knik verlegen en we beginnen aan de tocht. Zijn handen gaan naar boven en naar voren.
Hij knijpt en masseert. Warme lichtstralen schieten door mijn lichaam. Het brandt in mijn buik. Ik was gewoon heel ergens anders met mijn gedachten. Ik heb net Pino gemaakt. Wauw, wat een mooie Pino. Vind ik ook. Echt heel mooi. Ja, ik merk wel dat ik dus nu naar die snavel zit te kijken. Je maakt een grapje, toch? Nee, ik zat wel iets langer dan normaal naar die snavel te kijken. Het rare is dat ik dit zie als een drug. Ja, dus je hebt het idee dat je zo eventjes moet... Moet ik dansen? Even dansen. Wat nergens op slaat. Let's get horny. Ja, dit gaat niet werken, hè? Nee, maar misschien moet je wat zwoelere muziek opzetten. Jezus! Ik moet wel zeggen dat ik het idee heb dat ik een beetje... Dat ik, of het is zweet, of ik begin ook nat te worden. Maar dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Oh, ik voel nu wel even een kriebel in mijn buik ineens. Je maakt een grapje. Om in mijn onderbuik. Je maakt een grapje. Nee. Ben je nu geil? Ja, Jezus. Ja, ik begin die kriebel wel te voelen nu. Ja. Wat dan? Ja, het voelt warm. Wat lekker voor het je. Het voelt warm in mijn onderbuik en ik voel een soort kleine kriebel, een soort tinteling. Een soort warme... Ja, neem me mee. Je hebt een soort warme melkweg bij je bekken. Warme melkweg bij mijn bekken? Guardians of the Galaxy zijn aan het feesten down there. Nee. Die eierstokken, die zijn aan het rammelen. Nee, dat is weer iets anders. Mijn hartslag is ook naar 120. Nee, oké, je bent thuis en je bent nu op de bank. Zou je dan misschien jezelf vingeren? Maar kijk, weet je, ik pak mijn vibrator eigenlijk als ik alleen thuis ben er standaard altijd bij. Ben ik gewoon Gossip Girl aan het kijken of zo en dan kom ik gewoon 4 keer klaar. Gossip Girl aan het kijken of zo en dan kom ik gewoon 4 keer klaar. Dat is echt zo. Deze one-liner van jou. Het is... Wie ben je? Ik word een beetje giechelig. Ja? Wat is er aan de hand? Ja, gewoon. Ik voel nog steeds dat... Ik begin ook te zweten. Ja, ik zie het aan je. Je hebt hier ook... Holy shit. Maar ik voel het ook gewoon. Ik heb het heel warm. Oh, dit vind ik heel creepy. Als mijn vriend daar staat, word ik gek. Hey! Hallo. Ben ik weer. Leuk je weer te zien. Ik moet jullie iets vertellen. Oh nee. Ja, jullie hebben zojuist mogelijk een placebo ervaren. Mogelijk? Nou, ik voel me echt heel warm. Het is wel, jij hebt echt Viagra genomen en jij hebt wel een product genomen wat wordt verkocht als een lustopwekkend product. Maar eigenlijk zijn dat allemaal placebo-effecten. Het punt met Viagra-pillen is dat het heeft echt wel effect op de erectie. Het is eigenlijk een medicijn wat zorgt voor die vaatverwijding die een erectie bevordert. Het enige wat het doet is, het houdt het langer stijf. Punt. Ja, ja. Wat doet hetgeen dat Emma heeft gekregen dan? Wat heb ik gekregen dan? Ja, jij hebt dus eigenlijk... Ja, wat heb ik genomen? Vitamine C. En cafeïne stond er ook op? Ja, ja, en weet je, cafeïne dat zorgt voor een versnelde hartslag. Waardoor jij dat kan interpreteren als jij ziet van dit is een lustopwekkend middel. Mijn hartslag gaat omhoog omdat ik opgewonden ben. Dus ik word opgewonden. Maar door het middeltje zelf word je eigenlijk niet opgewonden. Het is meer de interpretatie ervan die jij er zelf aan geeft. Ja. Zit allemaal hier. Zit allemaal in je koppie. Ja. Ja. Dus dankjewel. We gaan, alsjeblieft. We gaan het er even over hebben. Ja. Succes. Doei. Doei. Ja, maar ik vind het wel lastig om te accepteren dat ik genept ben. Ja. Maar ik vind het ergens ook heel interessant. Ja, omdat snap ik. Ik oprecht wel echt geil ben geworden deze middag. Van mezelf blijkbaar. Want het drankje was een vitaminedrankje. Of de manier hoe ik voorlas. Oké, laten we even recap doen. Mijn hartslag, ik zou zeggen check. Mijn hartslag ging omhoog, niet door placebo, maar gewoon door mezelf. Ademhaling. Ik voelde wel dat mijn ademhaling meer werd, dus check. Ik heb niks gevoeld. Oké, zweten. Ik niet. Ik wel. Rood worden. Rood worden. Ik heb een blush gehad op mijn gezicht. Ik weet niet of het ervan komt, maar ik gun het één check. Hoppa. Oké, ik heb ook een check. Definitely. Ja. En ik ben nat geworden, dus dat is ook een check voor mij. En ik ben niet stijf geworden. Dat betekent dat jij een score hebt van maar liefst... Bam! 5 punten. 5 punten. Ik heb een score van 1 punt en ik geef de algehele experience ook maar 1 punt. Dus voor mij is de placebo Viagra 2 punten waard. Ja, en ik voel me wel degelijk geil. En ik geef het 4 punten. Dus ik kom op een 9.